Ik studeerde in Delft bouwkunde. Afstudeer richting stedenbouwkunde. En was voorbestemd om bij een stedenbouwkundig bureau te gaan werken. En toen was er een prof, en dat was Hulshoff Pol, en die werkte ook bij Berenschot. En die had gehoord dat bij Berenschot een nieuwe wind ging waaien. Tot dat moment, vanaf 1938, was Berenschot eigenlijk alleen maar in de industrie bezig. En had ook branchespecialisaties. En die man die zei, goh, je moet toch een keer gaan praten met een Wim Smit, want die is op zoek naar nieuwe medewerkers. En die had tot dat moment had hij eigenlijk alleen maar medewerkers uit bestaande ploeg uit Berenschot getrokken. Die niks wisten van overheid of van ruimtelijke ordening. Maar handig als Berenschotters zijn, wist hij daarop aan te passen. En die zei, je moet eens een keertje met Wim Smit gaan praten. Dus ik in de trein naar Berenschot, Hengelo. Hengelo. En nou, dat klikte meteen. Ik had geen enkel benul wat ze deden of wie Wim Smit was. Maar die vond het allemaal toch wel interessant. Iemand de ruimtelijke ordening, want die eerste projecten waar hij net mee begonnen was, met dat zoontje wat hij bij elkaar geraapt had binnen Berenschot, dat waren ruimtelijke ordenings, met name recreatieprojecten. En ik kende het taalgebruik van de steden. Ik wist wat bebouwingsdichtheid was. En ja. Nou, noem maar nou een paar dingen. Ik kon een beetje jargon. Ja, dat jargon was het enige waar ik me mee staande kon houden. Dus na afloop van dat gesprek zei hij, nou, je bent van harte welkom. Maar die zei, nou, vooruit, het is de moeite waard om hem in ieder geval de DBX te laten lopen. 9 man opleiding intern. Hoe heette dat? De DBX, dat is een afkorting die ik, als je dat leuk vindt, nog eens een keertje uitleg. Maar dat was dus voor iedere Berenschotter die binnenkwam, was dat vaste prik. Dus die kreeg die opleiding, terwijl die ondertussen meedraaide met opdrachten. Het leek mij wel leuk, omdat hij vertelde dat er altijd met multidisciplinaire teams werd gewerkt. En dat was nou net mijn afstudeerrichting. Ik werkte veel met economen, sociologen en andere mensen om een project van verschillende kanten te beoordelen. Waardoor je ook respect kreeg voor andere disciplines. En zag dat die samen meer toevoegden. Wat trof je daar aan? Oude knarren, geen vrouwen, behalve secretaresse en die mensen achter receptie. En een oud, mooi huis waar de hutte belt, waar de oude Berenschots en de kantoor in 1938 had gevestigd, vlak voor de oorlog. Vlak daarna gevolgd ook in Amsterdam. De tweede vestiging was ook voor de oorlog. En uiteindelijk is dat allemaal wel een beetje gelukt. En toen werd mijn standplaats weg toch Amsterdam. Wat waren nou de belangrijkste verschillen met de huidige tijd? Het was echt een familiebedrijf. Iedereen kende elkaar, gezinssituaties, mannen, vrouwen, kinderen. Er was een pensioenfonds, iedereen bleef ook tot het bittere eind. Er was geen sprake van dat je ergens tussendoor iets anders ging doen. Je lunchte met elkaar, je kletste over van alles en nog wat. Wat heel bijzonder was, is dat het aantal adviseurs en het aantal medewerkers, ja, dat was zo'n beetje 1-op-1. Je had typkamers, je schreef al je rapporten met de hand. Mijn handschrift is belazerd, dus daar zal de typkamer 1, 2 of 3, er steeds 6
typistisch werkt en zo, dat we hadden nodig moeite mee hebben gehad. En je had heel veel tijd. Al die opdrachten duurden maanden. Er was helemaal geen haast. Er was een grote mate van ontspanning. Die opdrachtgevers wisten ook niet wat ze in huis haalden. Dus er was een. Er was veel tijd voor alles. Beschrijf nog eens het kantoor waar jij toen werkte. In Hengelo beschreef ik net even. Ja. Amsterdam was heel iets anders. Er was een kantoorvleugel bovenop het Centraal Station. Kamer 8. Dan denk je aan een kamer. Nou, er zullen misschien 10 mensen werken. Maar er werkten 120 mensen in die ene kamer. Met allerlei verdiepingen en trapjes en zo. En iedere branche had zijn eigen afdeling. Dus je had textiel, metaal, confectie. Van alles nog wat. Wat is er veranderd in de technieken van het adviesvak? Alle klokjes zitten in het museum. Hoewel, als je nu aan Hans Schoudel vraagt, die zei, ik gebruik ze nog steeds. Om de klokjes van de textiel. Ja, om te kunnen beoordelen hoe lang iets duurt. En of dat niet sneller, of beter of handiger kan. Efficiëntie, werkmethode, verbetering. Spiegelen van, goh, wat vind je er nu zelf van? Dus dat zijn dingen die... En het zit veel meer... En daar heb ik ook ontzettend veel plezier aan gehad. Met grote groepen werken. Dus vroeger was je één op één of met z'n twee bezig of in je eentje. Je maakt, bij wijze van spreken stiekem, maakte je observaties en die schreef je op. En nu ben je veel opener in wat je doet. Je overlegt met iedereen. Er zit dus geen geheimtaal in. En zoals ik begreep, worden er nauwelijks rapporten meer geschreven. Er wordt altijd interactief gesproken, gekletst, conferenties gehouden, werkconferenties. Even terug naar het bureau. Ja. Wie zat er toen in de leiding? In 64 was Berendslot overleden. Ja. Maar toen jij kwam? Toen ik kwam was dat al lang voorbij. En toen was Piet Koppen, toen hadden we een algemeen bestuur onder leiding van Piet Koppen en een dagelijk bestuur onder leiding van Da Silva. En Da Silva was een coryfee. Echt een van de toppers door de jaren heen. Die heeft CEO bedacht, die heeft de hele orde van organisatieadviseurs, die opgezet, de raad van organisatieadviesbureaus. En het was en een chemicus en een psycholoog. Ik vraag, dat is heel veel wel, was achternamen, hè? Codes, achternamen, geen voornamen. Mm-hmm. Wel tutoyeren? Niet overal. Mm-hmm. Dat was wel de truc natuurlijk van het. Kijk, die codes werden gebruikt zowel voor medewerkers als voor opdrachten, zodat je in de trein, want we hadden maar een paar auto's, om in geheimtaal te praten over die opdracht. En in de wandelingen en in de kantine, hoe noemden ze jou dan? DB. Mm-hmm. Je werd niet met je achternaam. Jij wordt ook wel achternamen werden ook wel genoemd. Nee, eigenlijk werden nooit achternamen genoemd. Je werkte in codes, een beetje Amerikaans. DW. Kitter, de voorzitter algemeen dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur, Da Silva. En die had, dat was op zich, maar dat zat wel ergens anders op die filmpjes. Toen Berendslot overleed en zijn zoon dat kwam melden, samen met Smit in de vergadering. Toen bleef iedereen zitten en is doorgegaan. Terwijl je rustig had kunnen bedenken dat er een heleboel mensen zouden zeggen, nou, dit is mijn kans, ik ga weg of ik neem het over of weet ik het dat.
Nee, dat was. Maar goed, dat heeft ook weer met die structuur van Beerschot te maken. En ik kwam dus in een groep terecht die net was opgericht. Ziekenhuizen, overheid en ruimtelijke ordening. Hoe je het bedenkt om die samen te voegen, maar dat was een zootje. Want er gebeurde wel wat in die ziekenhuissfeer, maar de klassieke manier. Tijd waarnemen, methodeverbetering. En daar hadden ze verpleegsters voor ingehuurd. Waarvan er nog steeds één in leven is. Die heb ik onlangs nog geïnterviewd. Als er het levert. En die konden met hun kennis van zaken, konden die met hulp van de toen bestaande scientific management methode, hè, bekende klokje, meten en filmen en kijken of bepaalde handelingen niet sneller gaat of beter of gemakkelijker als je je hand zo zet in plaats van zo. Dus dat was ziekenhuizen, die deden zeg maar het klassieke werk in een nieuwe omgeving. En overheid, dat hing er nog een beetje bij, ruimtelijke ordening. Dat mocht ik vertegenwoordigen, want ik was de eerste aangenomen man van buiten. Direct gevolgd door mensen als Theo Heren, die later burgemeester is geworden. En Hans Bekke, die hoogleraar in Nijmegen is geworden. De eerste opdracht die ik deed was met iemand anders die uit het bureau kwam en daar dus al een jaar zat, Rienke de Vries. En dat was een structuurplan voor de gemeente Westerbork. En er was Wim Smit, die was daar de contactpersoon, die had een vraag bij Wim Smit neergelegd van: ik weet niet hoe ik een structuurplan moet maken. En Wim Smit wist niet eens wat een structuurplan was. Dus, en dat is dan weer het slimme van hem en van anderen. Die heeft net zo lang doorgevraagd, zonder te weten wat een structuurplan is. Waar heb je dan last van? En wat zijn de volgende stappen? Dus door 10 vragen te stellen, krijg je uiteindelijk een vraag. Niet alleen antwoorden wat een structuurplan was, maar ook wat er mis was, wat er nodig was. Ja. Nou, dat was voor mij natuurlijk een voelde espresso. Maar er was dus nog geen adviesgroep overheid? Of een, nou, gebundeld, want het was allemaal te mager. Ja. Pas later ontwikkelde zich dat met het aantrekken van anderen, ook Dick Hout of anderen, die zei van ja, maar nu moeten we iets in de bestuurlijke sfeer gaan doen. Ja. Voelde jij in het begin dan niet een vreemde eend in de bijt? Volkomen. Ik wist nergens iets van. Zijn er nog andere typerende verschillen behalve de mensen en het familiale gevoel? Wat je al genoemd hebt. De factor tijd, ja, gaf ik aan. Heel veel rust. Iedereen nam zijn tijd en kreeg ook die tijd. Bijzonder was, is dat je kreeg wel je opdracht, maar je kreeg niet het bedrag te lezen waarvoor je die opdracht moest doen. Dat was doorgestreept, dat ging je als medewerker niets aan. Dat was het werk van de verantwoordelijk medewerker, of zeg maar de projectleider. Waarom werd dat niet bekendgemaakt? Dat vonden ze, dat hoefde je niet te weten als je je werk maar deed. En, maar wat had dat voor gevolgen dan? Je zou zeggen, dan heb je dus ook geen besef van het aantal uren wat je werkt. Je moest een keurige tijdkaart invullen. Maar er werd dus nooit gekeken van, goh, we hebben dit afgesproken en dat doe je. Dus je moet een beetje opschieten of zo. Nee, die tijdverantwoording stond helemaal los van je. Het is niet voorstelbaar, Erik, dat je daar. Ja, nee, dat was echt. Mijn dagtarief was toen 440 gulden. Voor een beginnend medewerker die er nog geen zak weet. Maar het eigenlijke bedrag waar het voor afgesproken was, werd mij volstrekt onthouden. Dat was in 1975.
hadden we, ik was inmiddels lid van de bureauraad, zeg maar ondernemersraad. En toen hebben we het toenmalig bestuur naar huis gepest. Dat Silva, Steenbergen, Van der Scheer en nog iemand anders. En die vonden het eigenlijk wel best, want die vonden het ook wel tijd worden om iets anders te gaan doen. Dus die hadden maar een klein zetje nodig. En toen hadden we dus een bestuursloze periode. En toen kwam de Brouw uit de Hooghoed kwam binnen. En de Brouw, een markante man met een imponerende stem. En, mag ik nog even terug naar dat jouw rol, toch een bijzondere rol in die bureauraad, wat we tegenwoordig dan ondernemingsraad noemden. Je zei zo alsof het de normaalste zaak van de wereld is, toen hebben we het bestuur weggepest. Ja. Ja. Maar je zegt, is dat zo normaal? Nee, natuurlijk is dat niet normaal. Nee, maar je vertelt het ging dat wel. Het normaal is. We hadden genoeg van ze, ik weet echt niet waarom. Wat was de achtergrond? We begrepen ze niet, de begroting klopte niet. En wij waren eigenwijs, dus het was een combinatie van factoren. En tot onze sterrenverbazing zeiden, nou, je hebt eigenlijk gelijk, dus we stappen op. Was het een eis van de bureauraad, omdat een eis aan het adres van het bestuur van jullie moeten opstappen? Ik geloof het wel. Ja, ik weet het niet zeker meer, maar in ieder geval was het voor hen duidelijk dat het einde oefening was voor hen. En toen zijn ze allemaal weer gewoon adviseur geworden, dus waarschijnlijk hadden ze er gewoon genoeg van dat besturen. Wat ik me ook levendig kan voorstellen met zo'n stel kikker. En uiteindelijk is het Wim Smet geworden in 1980. Dus toen hebben we 5 jaar daar het regime gevoerd. En Wim Smit heeft het nou opgepakt. Ja, wat ik al zei rondom Westerbork, hij kan goed luisteren. En hij heeft natuurlijk wel het nodige eergevoel, want anders red je het überhaupt niet. Maar die krijgt veel steun. Kamerad, daar ben jij lang bij betrokken geweest. Ja. Hoe lang ongeveer? Nou, jawel, dat weet ik dus precies. Want het begon dus in 1975 bij het eerste optreden van de Brouw en van Stuyvenberg. Die samen, Stuyvenberg zie ik nog een hele tekening maken over de olieprijs door de wereld. En die als een slang op en neer ging. Daar hebben ze ook prompt een cabaret nummer van gemaakt. Over een heel andere ding, maar het ging wel over een slang. En dat eindigde met mijn afscheid in 2007. Al die tijd ben je bij dat cabaret betrokken? Ja, ik geloof dat we misschien 1 keer hebben overgeslagen of zo. Hoe heeft het zich ontwikkeld, dat cabaret? Ik weet niet precies. Nou ja, het begin gaf ik aan. En dat is vrij snel... studenten cabaretteske en kopiëren en knippen en plakken overstegen. Zeker toen Dick Houthoff als briljante tekstschrijver en Nanne als muzikus zonder weerga. Dus dat was een mooi drietal. 1 voor de muziek, 1 voor de onverslaanbare teksten. En een idioot die gewoon iedereen achter zijn volte zit en de koers maakt. Jij was die idioot die iedereen achter de vodden zat. Ja, ja. Dat was iemand. Wat was de betekenis van het cabaret? Een spiegel voorhouden. Hoe zie je Berenschot uit de coulissen? We hebben 2 complete musicals gemaakt. Eentje bij het 50 jaar bestaan in Griekenland. En nog eentje daarvoor. En meestal was dan de regie bij zo'n jaarvergadering. Wim Smit als voorzitter hield het verhaal, hoe gaat het met het bureau, en aansluitend het cabaret. Ja. Nou, zonder altijd oneerbiedig te zijn, maar men kwam voor het cabaret, want die speech, dat geloofde ze wel, ik kon zo lezen. Toen hebben we in 19, ik weet niet meer, een jaar in Vredenburg, hebben we een nummer gemaakt. We zeggen, de toekomst van Berenschot, daar bouwen we 4 scenario's voor.
één is verjonging, één is vergrijzing en één is volledige automatisering. Verjonging, daar hadden we het zaaltje vol met kinderen van cabaretiers ingezet. En er werd dan aan het eind onder het verjongde Berenschot publiek, want dat stelden zij dan voor, kregen zij de zilveren rammelaar, kregen ze cadeau. Het scenario ouderen, dat werd gewonnen. Er zat een hele zaal vol met oudjes, die zaten te bibberen in de rolstoelen en met een horende. En de winnaar die kreeg een zilveren kunstgebit, wat ter plaatse uit het glas water werd gehaald en ter plaatse ingebracht. En automatische ding, dat was, er zaten allemaal robotsachtige mensen die heel houterig bewegen en de meest houterige die kreeg een zilveren barcode, wat toen hartstikke nieuw was, kreeg hij. Daar was hij zeer dankbaar voor. Je bent ook actief geweest als opleider en mentor. Ja, oh ja. Waarom trok je dat zo? Weet ik niet. Misschien dat je denkt dat je het beter weet of dat je het verkeerd doet. Maar nee, de aanleiding was Wim. Een van de andere coryfeeën in het bureau is Jan Verschoor. Werkelijk een toppunt van bescheidenheid. En zo'n goede, doordenkende vent. De prinses Irene Brigade gevochten. Was er voor mijn werker. Heeft een HTS-opleiding. Maar is een topper. Hij was voorzitter van de Raad van voorzitter van de orde. En die gingen op een gegeven moment weg. En die liet dus achter een kamer vol met opleidingen. Want er werd heel veel. Een van de specialisatieredenen van Berenschot was, of een van de redenen om groot te worden, was specialisatie in een branche. Je moet voldoende weten en dezelfde kranten en tijdschriften lezen, vaktijdschriften, als de opdrachtgever waar je mee bezig bent, zodat je ook kunt voorspellen waar problemen gaan ontstaan. En een van de andere redenen was dat je dus iedereen die wilde, of die dat nodig vond om een volgende stap in zijn carrière te maken, of een switch, daar lag dus een pakket tentamens, lag daar klaar, opleiding, tentamens, ik kreeg cijfers voor. En die werd beheerd door drie secretaresses en Jan Verschoor, die dat ja, een paar uur per week deed. En die ging weg en dat heb ik toen overgenomen. Inmiddels waren er voldoende externe opleiding voor organisatieadviseurs. In het beginjaar was dat er niet, dus dat moest je zelf bedenken. Dus dat werd op een gegeven moment obsolet. Noem eens één zo'n cursus, organisatieadviseur uit die tijd. Adviesmethode. Ja. Onder leiding van Paul van Sina, een Belg, onverslaanbaar, later David Meester uit Amerika of Canada. En die gaf dus aan een groep. Zet eens echt aan het denken, hoe zou je nu uit deze adviessituatie komen? Wat zit eronder? Waar heb je niet aan gedacht? Wat is hartstikke relevant of niet? Van Paul van Sina, een mooie spreuk die je best mag onthouden, die zei, een senior adviseur stelt één vraag en 10 antwoorden, krijgt hij dan. Terwijl een junior adviseur moet 10 vragen stellen om 1 antwoord te krijgen. Toen Tsjernobyl ontplofte, 86, toen belde Marius Enthoven, die als
departementaal coördinator was aangewezen door Lubbers. We hebben iemand nodig die erbij komt zitten of gaat schrijven. Volgt wat er gebeurt. Want we weten niet wat er eigenlijk aan de hand is. Iedereen houdt zijn mond, zeker die Russen. En toen ontstond er dus een vraag die ik heb mogen invullen door alle besprekingen van alle ministers, alle ambtenaren te volgen. Dus ik had een voorsprong ook om later een evaluatie te schrijven. En dat is eigenlijk nog steeds een heel goed advies om erbij te zitten tijdens de rit. Zodat je als simpele chroniekschrijver, je doet verder niks. Je hebt geen invloed op het proces. Maar je registreert wel en vraagt na afloop waarom. Een belangrijke fase in het begin van de fase, waar later opdrachten en een eigen afdeling rolden. Toen meegedaan met dat onderzoek in Enschede, een groep op die vuurwerkramp. We hebben daarna alle mogelijke opleidingen gegeven aan burgemeesters. Hoe treed je op als burgemeester? En wie in rampensituaties. Ja, ja. En hoe groot is het verschil tussen de normale eisen die je als burgemeester hebt te vervullen en de overstap naar een crisismanager? Kan je dat zelf? Moet je iemand anders inhuren? De vakontwikkeling, Diederik, crisismanagement. Geef eens het verhaal van Enschede. Wat gebeurde daar? Ik had van tevoren bij Ton Annink, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, wel ingestoken van, we zijn natuurlijk wel in de markt om een stuk van het onderzoek te doen. Nou, daar hoefden we niet lang op te wachten, want een paar dagen later belde Martin Oosting. En die zei, ja, ik wil het onderzoek wat ik moet doen. Dan wil ik in drieën hakken. En ik wou aan Berenschot vragen om jullie bezig te houden met de opvang van de slachtoffers. Hoe is de praktische hulpverlening na de ramp? Ja, na de vuurwerkramp. Na de vuurwerkramp in Enschede. Ja. Er was één bureau was gevraagd om te kijken hoe is het in godsnaam ontstaan. Hoe is dat met vergunningverlening? Hoe komt daar überhaupt de fabriek in de woonwijk? De andere was, hoe is de rampbestrijding gegaan? Waarom zijn er zoveel brandweerlieden omgekomen? Had dat niet anders gekund? En wij kregen dus de vraag van wat gebeurde er daarna? Ja, met de opvang van de opvang, registratie, mensen die vluchten, die je niet kon terugvinden. Dus dat was één. Maar we wilden ook aan de hand van de resultaten, wilden we met mensen praten. En daar werden we ook niet kinderachtig. Iedereen die zijn verhaal kwijt wil, anders dan op papier, die komt maar langs. Dus we hadden een kantoortje ergens in Enschede. In Enschede. Nou, dat waren vaak heftige gesprekken met over het algemeen jonge adviseurs. De crisisoefening met het kabinet Kok. Ja. Hoe ging dat? In 1979 werd ik gebeld door de toenmalige directeur-generaal Veiligheid van Binnenlandse Zaken, Smit. En die zei, we hebben net afgerond een crisishandboek voor de Rijksoverheid. Dat was vooral bedoeld om aan te geven, geen ruzie meer te krijgen als nodig is. Wie is verantwoordelijk als er op de Noordzee een booreiland wordt aangevaren? Is dat het bedrijf of schip? Dus het was echt een soort spelverdelingsverhaal. En wie dan de regie moet gaan voeren. Hè? Want degene die het meest in het oog springt, die moet ook meteen de kop pakken.
was niet een aparte crisisminister. En zeker niet een minister-president als het niet uit nodig is. Je moet het een beetje kunnen opschalen. Dus hij zei van, dat willen we. En dat wordt ook doorgegeven aan burgemeester en commissaris van de koningin. Maar wij vinden dat we als ministers de kop moeten nemen. We moeten het goede voorbeeld geven. Dus doe mij een crisisoverleg voor ministers. Oké. Ondertussen had je denken, Jezus, hoe doe je dat? Want er was nog nooit een crisisoverleg gehouden. En we kregen van elke van de betrokken ministeries kregen we één ambtenaar. Want elk ministerie heeft wel één crisisambtenaar die net iets meer bladzijden gelezen heeft van handboeken en dus op het kritieke moment kan inschrijven. Dus die haalden we bij elkaar en wij moeten dus een scenario bedenken waar al die ministers die op dat moment aanwezig zijn, bij betrokken zijn. Het heeft weinig zin om daar mensen voor joker te laten zitten. Dus we hebben van tevoren nagegaan, op die en die datum wordt gehouden. Dat was ongeveer een 3 maanden van tevoren, denk ik. Wie zijn erbij? Er waren 8 ministers. Waar ging de oefening over? Het ging over, we moesten een jongensboek schrijven, wat spannend genoeg was voor iedereen. Ja. Waar echt de dilemma's in zaten en waar iedereen een rol had. Wat had je bedacht? We hadden bedacht, want dat was samen met die andere ambtenaren, om er zou een passagiersschip in de Westerschelde varen onder buitenlandse vlag. En dat zou worden gegijzeld. De kapers wilden een Colombiaanse gevangene vrij hebben die in de gevangenis zat. En dat zat dus, was een passagiersschip en voer net op de grens van Nederland en België. Dus het was nog niet duidelijk wie nou de autoriteit had. Dus zo begon het. Dus de eerste vraag was wie heeft waar wat over te zeggen. Zeiden de ministers na afloop of tijdens de pauze? Nou, ze begonnen dus heel aarzelend en zeiden van, wat voor kinderpartij krijgen we nou? En na afloop zeiden ze, dit gaan we jaarlijks doen. En dat heb ik nog één keer mogen meemaken met een ebola-crisis die we hadden bedacht. Hoe is de perceptie van het vak adviseur veranderd door de tijd? Kijk, in den beginnen, toen moest het zich nog waarmaken. En dan praat ik dus over de 20e jaren met Van Gogh, Heijmans en later anderen. Dat kreeg een enorme erkenning na de oorlog. Met de Marshallhulp die georganiseerd moest worden. Dat heeft Berenswold voor een belangrijk deel gedaan. Waardoor ook Amerikanen geïnteresseerd waren in onze aanpak. Dat was weer de start voor het hebben van een bureau in Amerika. Ze zeiden, goh, wat jullie in Nederland doen, dat kennen we helemaal niet in Nederland. Dus toen een team gegaan en later zelfs een bureau gesticht. Dus geleidelijk ontstond in de niche van met mensen doorwerken en die leren hoe je hun opvolgers zelf het vak moet laten doen, maar dan moet je het echt eerst zelf doen. En als je goed doorhebt wat het is, dan leer je het opvolgen. Die hele aanpak, dat gaf een enorme boost en erkenning. Zeker waar het er schaarste was in opleidingen. Na de oorlog was een van de belangrijkste opdrachten die we deden. Het soort werk wat we deden, wat dus heel veel indruk maakte,
als versnelde scholing. Het zal je niet verbazen dat de diamantindustrie in Amsterdam op zijn gat lag. Want alle Joden waren vermoord. Er waren er nog een paar en een daarvan Asscher, voorvader van. Die klopte aan en zei van, ik mis vaklieden. En het was weer die bijzondere mannen als Da Silva en later ook... voorzitter destijds, Beerschot voorzitter. Ja, en Wim Zonneveld. Die zei, oké, pakken we op. En Zonneveld had voordat hij was en instrumentmaker was hij ook nog, naast psycholoog en chemicus. En die ging dus met de meest geschikte topman aan de slag. En zei, doe het eens voor, wat doe je? Ik weet niks van het fijne werk, hoe je diamanten moet slijpen. En daar heeft hij zoveel van geleerd, dat hij zei, oké, en als je dat nu zo doet en dat doet en een iets ander hulpmiddel, dan kun je 3 keer zoveel doen als je nu doet. Ja, dat is een goed idee. Dus er ontstond een verstandhouding, waardoor ook de snelheid, de verbetering en de opleiding, die normaal kost die 3 jaar, die werd nu 7 weken, werd die afgerond. En de kwaliteit van de mensen die het deden was beter dan... Ik zet de klok eens een paar decennia verder. Was toen de perceptie van de adviseur even... Nee, positief? Die was hartstikke negatief. Men deed zeer laatdunkend over adviseurs. Tenzij ze een heel specifiek vakgebied hadden. Maar dan komen alle oude grappen al van... mag ik je horloge zien, dan weet ik hoe laat het is. En, dus dat had... men zag toen, en dat was onze eigen schuld een beetje... dat we dachten dat we alles konden. En over welke tijd hebben we het dan? 80e jaar. Mm-hmm. Dat was een dieptepunt in de beoordeling van adviseurs. Onze kwaliteit hadden we onvoldoende in de gaten. Er was geen certificering. Er was geen beroepsvereniging die toen echt zoden aan de dijk zette die streng was. Dus er was alle reden om ook de hand in eigen boezem te steken en te zeggen van, daar moeten we iets aan doen. Was dat de tijd dat de adviseurs de vijfde macht werden genoemd? Ja. Wat zei dat, de vijfde macht? Dat was vooral in de overheidssfeer. Daar keek iedereen natuurlijk toch vooral aan. Het publiek geld, dus waar gaat dat naartoe? Hoge salarissen, ja, dan dachten ze aan bureaus in de maatschap vormen en niet als de onze met de stichting waar iedereen braaf in loondienst is. Dus dat gaf al aan dat we eigenlijk iets te veel te vertellen hadden en kennelijk niet duidelijk maakten wat we ervoor deden en ook te weinig publiekelijk lieten merken. En dat is natuurlijk ook lastig, want aan de ene kant wil je als adviseur wil je bescheiden zijn, want je gunt het de opdrachtgever dat hij of zij scoort. En je blijft dus in de coulissen staan. Je gaat niet op je bord, kijk, dat heb ik gedaan. Dus in die zit je wel in een catch 22. De adviessector, in ieder geval heeft de sector zichzelf toen de spiegel voorgehouden. En zei, wat verdorie, ja, dat kunnen we niet redden met een of andere mooie marketingcampagne. We moeten er echt iets aan doen en dat bewijzen. Wat is er toen gebeurd? Nou, er is op meerdere fronten. De orde van organisatieadviseur werd strenger, lidmaatschap daarvan. De raad van organisatieadviesbureaus was er al, maar die heeft ook het been bijgetrokken. ik denk dat er ook nog wel... dat in afspraken met opdrachtgevers ook wel gezegd van, kunnen we duidelijk maken wat mijn bijdrage erin was. Dat lukte in ene geval wel, in andere niet. Dus dat is niet, mij niet volstrekt helder op welk moment en op welke manieren dat roer is bijgedraaid.
En op dit moment, ja, voor zover ik kan beoordelen, zijn we gewoon braaf bezig die dingen te doen in de verschillende rollen. Hè. Je steekt ook of een poot uit, je vangt capaciteitstekorten op. Er is een personeelstekort op pakweer personeelszaken. Of je laat het externe oog erop vallen. Wij vinden dit, maar is het dan wel handig? Kijk er eens goed naar. Of je bent echt een specialist in een bepaald terrein. Of je bent de buitenstaander die een werkconferentie kan houden. Dus ik denk dat, en ja, als ik over werkconferenties heb, heb ik het toch over Ludie Geut, die natuurlijk als geen ander in staat is om door de opzet van conferenties mensen op hun gemak te stellen, bij elkaar te vegen en met grote autoriteiten. Ja, echt de toppers van Nederland bij elkaar weer te vegen. En dat, ja, en dan krijg je ook dingen in beweging. Dan blijft het niet bij rapporten, worden überhaupt nauwelijks rapporten meer geschreven. Er zit echt beweging, dynamiek. Dus ik ben heel hoopvol dat dit nu gestabiliseerd is en dat we onze eigen vorm en niche hebben gevonden waar we thuis horen.